Jambo kwana, pani gani, suni sana, jameni, ankeri bisha. De projecten focussen zich op de stad Nyeri, zo'n 2 uur van de hoofdstad Nairobi. En daar runnen wij een weeshuis voor 40 kinderen. En daarnaast ondersteunen we een aantal projecten lokaal. Te denken van, valt aan basisscholen, ziekenhuizen. We hebben eerder ook ooit een gevangenis ondersteund in materiële zin. Dus dat is wat we zoal al doen. Maar de focus ligt vooralsnog nu op het weeshuis, om dat runnende te houden. En deze 40 kinderen zowel onderwijs, voeding als kleding en onderdak te genieten. In 2009 begon de stichting met het project om een weeshuis op te richten. Een paar jaar later werden de eerste kinderen opgevangen. En nu zijn we in 2024 en dan bestaat het 15 jaar. De stichting 15 jaar en het weeshuis dan 10 jaar. En sindsdien is het weeshuis steeds verder uitgebreid. Nou, hier is te zien dat er een klaslokaal aangebouwd wordt aan het bestaande weeshuis, wat inmiddels al gereed is en in gebruik. Om nog meer projecten op te zetten, hebben ze één ding hard nodig. Dat klinkt misschien heel kort en hard, maar dat is geld. Zonder geld kun je eigenlijk weinig of niks. Dingen kosten nou eenmaal geld, of dat nu hier is of daar is. Als je hier woont, kost het geld. Als je daar woont, kost het ook geld. En zeker als je mensen of kinderen helpt die weinig of niks hebben van familie uit of wat dan ook, dan is dat gewoon zo. Voor de toekomst willen ze nog meer kinderen gaan helpen. Als we één kind tot een arts kunnen opleiden, bij wijze van spreken, of tot een bouwkundige, dan kan die als volwassene 100.000 andere Kenianen helpen. Dus dat is iets meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Dus dat is eigenlijk de insteek die wij hebben. Dus dat is zoals het eigenlijk hoort te werken. En daarvoor is dus geld nodig. Dit weekend houden ze een benefietdiner in Sint-Geertruid. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe projecten in Kenia.